Yo, kijkers van Golgi Games. Ja, ik ben weer terug. Zeker, ja, ik had wat PC troubles en ik ga nou weer verder. Ik ben vandaag op de Socialcraft server, dus we gaan weer verder op deze server natuurlijk. De bedoeling voor vandaag was eigenlijk dat ik vandaag maar eens met mijn huisje verder ga. Dat lijkt me wel een goed idee. Maar hoe ga ik mijn huisje maken, dat heb ik nog geen idee van. Ik ga gewoon wat palen inzetten, een framepje en dan zie je wel. Ik denk dat dit wel een mooi plekje is voor eventueel een balkon met een duur. Dus ik laat dit even vrij. Dus we gaan even naar kijken, hè. Ik heb allemaal ook wat bij me. Nou, we gaan gewoon wat maken. Misschien moet hier straks nog wat komen, denk ik. Heb ik dirt bij mij? Heb ik dirt? Ik heb geen dirt. Maar ik heb vast zeker hier wel ergens dirt in mijn trouwe kistjes. Even kijken. Ja, zat. Genoeg. Nee, ik heb een tijdje daarom ook niks geüpload. Mijn PC was kapot. Kapotas. En nu heb ik een extra laptopje bij. Dus ideaal voor recorden. Zo. Ik heb er speciaal voor gekocht. Dus vandaar... dat ik even niks geüpload heb. Excuses, ik ga gewoon weer verder met de wekelijks. Ik ga vanaf volgende week ga ik gewoon weer de vaste dagen aanhouden. Deze week moet ik nog even kijken wat ik ga uploaden. Ik wil sowieso wel, ik denk nog even een Xbox game uploaden. Ik denk dat het toch Halo gaat worden, want ja. Ik ben ook al mijn bestanden kwijtgeraakt. Dat was zwaar kloot. Ik had van alles gerecord, maar ja. Jammer genoeg. Gebeuren zulke dingen wel eens natuurlijk. Maar ja, ik kan nou in ieder geval weer recorden. Dus dat is helemaal super. Dus we gaan lekker verder. We gaan mooi verder. Even denk ik. Weet je wat, ik ga gewoon wat paaltjes neerzetten. Ik denk dat ik een recht huisje moet het sowieso denken worden. Als ik hier nou een portier ga maken. Dat mensen hier naar binnen kunnen lopen en dat ze hier naar beneden moeten lopen. Dat zou op zich wel kunnen. Dat gaan we gewoon doen. Maar ja, natuurlijk even kijken. Dat zeggen van een opening van één deur. Dus we moeten het hier eentje ertussen laten. Dus 1, 2, 3. Doe eerst alleen 3 hoog. Hier komt de deur, er komen hier nog 2 raampjes, denk ik. Dus 1, 2, 3. Ik zou weten dat mensen hier lopen van, hey, Laurens, ben je thuis? Of dat ik binnenkom van, Wilma! Of zoiets. Maar ja, even kijken hoor. Dan moeten we natuurlijk, als hier erin gaat komen, dan moet hier één. Dan doen we hier gewoon eentje, denk ik. Dat mensen hier door het portier heen lopen, dat ze dat gewoon zien. Dus 1, 2, 3. Ik weet wat, ik hou op met tellen, want anders is het irritant. Nee, ik ga gewoon weer verder met Socialcraft natuurlijk. Dat ga ik weer wekelijks uploaden. Ik probeer het 3 keer in de week te doen. Even kijken met wie ik het de volgende keer. Ik denk dat de volgende keer eens even met Pepijn of zo ga recorden. Weten jullie met iemand met wie ik moet gaan recorden? Laat even achter in de reactie. Komt helemaal goed natuurlijk. Dagelijks deze server ga ik natuurlijk ook weer recorden. Er komt maandag, volgende week maandag of vrijdag deze week. Komt er een video online hoe jij een invite kan winnen voor de DHD server. Want ja, ik had beloofd bij de 150 subs zou ik een invite weggeven. Dus dat ga ik ook zeker doen. Dus dat komt natuurlijk helemaal goed. Daar doen we het voor. 1, 2, 3. Dus hou vrijdag of sowieso vrijdag of maandag even in de gaten. Om die invite te winnen. Tja, wie wil natuurlijk niet op die server. Dat wil natuurlijk iedereen wel. Even kijken, daar heb ik 3 toch? Dan moeten we dit ook volgens mij 3. Maar waar zijn we dat we 3 doen? Dan komt het volgens mij weer niet uit. Jawel, het komt wel uit 3. 1, 2, 3. Dus moet deze hier komen. 1, 2, 3. Ja, ik weet nog niet wat voor soort huisje ik ga bouwen. Dus ik vind iedereen heeft die verschillende stijlen en dat vind ik wel awesome om te zien eigenlijk. Maar ik weet nog niet hoe ik deze stijl ga bouwen. 1, 2, 3. Dus dan doen we hier denk ik eentje. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier begin ik toch weer te tellen, hè. Slecht, Laurens. Ja, het huisje hoeft op zich niet zo groot. Want ja, zoals jullie weten, ik woon nou nog steeds daar. Maar daar gaan we een opslagruimte van maken voor alle spullen en dat soort dingen. Want omdat daar de farm zit er, echt alles zit er. Zit dicht bij de tree farm, daar gaan we denk ik binnenkort nog wel eens wat van aanleggen. Ik denk dat we een tiny rails of zo gaan aanleggen. Er staan hier nog zoveel plekjes wat je hier kan doen. Het is gewoon awesome. Wat ik ook nog ga doen, omdat ik de 150 subs heb gehad, heb ik even nagedacht. Ik ga ook nog een invite weggeven voor deze server, voor de Socialcraft server. Kan je ook gerust joinen. Dus laat even allemaal even achter de reactie wat je wilt joinen, motivatie zo, wat je warm je wilt joinen. Maar dan komt sowieso komt er nog een aparte video voor online. Dus je hoeft nou nog niet te reageren. Even kijken hoor. Dan doen we deze hier denk ik. 1, 2, 3. En moet ik even kijken. Dan is dit het midden. Ongeveer. Dan moet ik hier natuurlijk nog wat doen. Dan zal ik dit ook zo laten uitsteken. Dat ik nog zeg van dan doe ik hier nog mooi langs. Maar ja, dan komt het waarschijnlijk weer niet meer het dak uit. Dus wat ik gewoon ga doen is dat met dit. 1, 2. En als... hou nou eens op het tellen trouwens. Dat wil niet. Maar ja, dan zit ik natuurlijk weer met deze rand. Want als ik dit doorbouw. Dan moet ik dit weer afwerken namelijk. Ja. Ach, boeien. Even kijken. Misschien als ik dit nou eentje doen. Moet het dan wel gelijk op dit. Ja. Dus ik ga eerst het midden uitbreken. Dit was het midden. Dus dan moet hier ook ergens nog een deur komen. Straks met een deur. Of
voor het terras. Dus dan moet eigenlijk... Hey, precies waar het bordje staat. Dat, dat is ideaal. Dus doen we hier gewoon nog even. 1, 2, 3. Zo. Een vreemde vorm. Ik had deur bij me. Dus als ik nou gewoon even... Nou, die kan ik later altijd verwerken. Dat ik het gewoon in de berg of zo maak. Dat komt er goed. Het lijkt nou een beetje framed. Maar dat maakt helemaal niks uit, jongens. Even kijken. Zo, daar weer een paar. Hier nog een paar doen. Shit, we hebben het ook weer niet genoeg deurt. Misschien maak ik die palen straks. Ik maak er wel wat van, komt er goed. Deze, ik denk voor deze aflevering, ja, ik heb al een paar keer gezegd dat ik een nieuwe huis wil. Dus waarom ga ik niet in deze aflevering doen? Ik ben toch alleen op deze server. Trouwens, coole logo. Gemaakt door, Joey van Social Games. En van Jesper van Paplava Games of zoiets. Beetje moeilijk uitspreken. Daar woont Pepijn, dat wordt mijn nieuwe buurman. Daar is Kees bezig van Games.nl. Daar woont Daan nog steeds. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ik weet niet wanneer die weer online komt, maar dat zal wel goed komen. Ik moest hem laatst weer whitelisten omdat de server ook nog een crash had. Ja mensen, het is wat. Het leven van een Minecraft. Maar ja, Minecraft, ik ga natuurlijk niet alleen. The Walking Dead, moet ik even gaan zien of ik daarmee verder ga, want... Ja, het is een beetje... ja, het is natuurlijk wel leuk, maar... Ja, ik ben meer iemand die van actie houdt. Ja, dit is echt heel veel logisch. Hey, dit is ook geen actie. Nee, dit is ook geen actie. Dit is gewoon in bouwen. Ik heb ook nog een leuke custom map van Minecraft. Dat ik ook aan zit te denken om dat binnenkort te doen. Dat is een soort met RPG game is dat. Dat kan je met verschillende mensen doen. Dus dat ga ik waarschijnlijk binnenkort ook doen. Met wie dat ik ga doen, dat weet ik niet. Ik ga sowieso waarschijnlijk met... En toen kregen we een sms'je. Ja, dat dacht ik al. Een sms'je van de phonehouse. Hey, reclame. Maar ik ga sowieso met Jerry denk doen. En dan met nog twee erbij. Ik weet nog niet met wie. Met wie zal ik het doen? Ik zit zelf te denken om Rico weer eens te vragen. Want jouw zoon, die is verslaafd aan... hoe heet dat nou? Lol. Yeah. Ach, ja. Iedereen zijn eigen ding een beetje. Maakt ook helemaal niks uit. Maar dan moet ik binnenkort maar weer wat mee recorden. Anders is het zo saai, weet je wel. Wat is het zo saai? Dan is het niks aan. Wat heb ik dit dan? Dit heb ik zo en dan heb ik daar zo'n vreemd hoekje. Dat heb ik hier weer niet. Dus dan moet ik eigenlijk dit hier nog doen, maar dan komt dit weer niet uit. Wij zijn er nou, weet je wat boeien. Misschien wel wat uitkomt. Ik denk dat ik dit op laatst nog weg ga doen. Dat ik het gewoon daar neer ga zetten, maar dat weet ik nog niet zeker. Het komt wel een beetje vreemd uit dan. Dan moet deze dus even kijken, hier komen. Weet je wat? Ik weet dan. Die halen we weg. Zo, die halen we weg. En dan zetten we deze hier. Zo, dan komt het wel precies uit. Ja, je moet altijd, als je een perfecte dak eigenlijk wil hebben, moet je eigenlijk zo'n oneven getal altijd hebben. Ja, hangt er vanaf hoe je naartoe, wat voor gebouw je maakt. Dan maak je bijvoorbeeld een medieval huis of zo, zeg maar wat. Wat dit ook een beetje wat. Dan moet je eigenlijk een beetje oneven bouwen, want dan komt het dak perfect uit. En het is vol mooi voor de ramen en zo. Dus dat verschilt heel vaak. Dan kan deze ook hier komen. Dus 1, 2, 3. Ja, en natuurlijk zijn jullie misschien, hoe gaat dit huis straks worden? En dan gaan jullie met tijd zien. Want dan krijgen we sowieso, krijg ik hem natuurlijk niet tijdens deze aflevering, krijg ik hem natuurlijk niet af. Maar ja, ik ga natuurlijk buiten de aflevering, ga ik ook gewoon een beetje bouwen. Ja, anders als ik elke aflevering aan mijn huis ga bouwen, is natuurlijk ook niks aan. Ik denk dat ik het inrichten ga ik denk ik even met iemand doen. Dat lijkt me wel even een keer gaaf. Gewoon even het inrichten van het huis even met iemand doen. Ik denk dat ik het even met Jesper ga doen. Maar dan moet ik binnenkort ook eens even wat mee op gaan nemen. Even kijken. 1, 2, 3. En dan is dit natuurlijk de deur. Maar ik kan ook nog zeggen van, heb ik dit nog gewoon een balkonnetje of zo gaan maken? Denk ik, zoiets. Dat kan ook nog. Ik heb het nou tot zover. Hij moet natuurlijk straks al wat hoger worden. Kijk, dan hebben we ook hier de deur. Dus hier wil ik de deur hebben. Hier is ook de deur. Er zit hier drie tussen. 1, 2, dan komt hier een. En dan hier een. Maar dan komt het weer niet perfect uit. Maakt op zich niet uit. Het staat in het midden. Weet je wat ik doe? Gewoon 1, 2... Twee, dat plat ook niet. 1, 2, zien we daar gewoon nog een op. En daar nog. En dan gaan we overal nog even eentje bovenop gooien. Wat we ook gelijk denk ik even gaan doen is. We zien 3 hoog. Hoe hebben we nou 4? Ja. Ja, ik denk dat toch gaan doen. Want ik gewoon zeg van, want als ik zie naar de andere huizen zo. Helemaal vierkant plat. Dat ik denk gewoon zo nog gaan doen. Dat lijkt me wel tof. Dat gaan we gewoon doen. Dan doen we nog even zo een rijtje eromheen. Er komt sowieso nog een verdieping omhoog. Want ja. Ik heb natuurlijk nog huisdiertjes. Die ook nog een... Ja, weet je wat? What the fuck? Ik ga ook nog een hondenhokje maken. Ik heb toch
Ja, ik heb ondertussen 4 hondjes. Een van mijn hondjes heeft een puppy gekregen. Ja, zo'n hond is wel weer een grote hond zijn, ik weet niet zeker, maar ja. Ja. Ik moet ze binnenkort ook namen noemen. Hoe zal ik ze allemaal noemen, die honden? Ja. Ja. Weet je wat? Mensen bedenken ze even een leuke naam voor die honden. Bedenken ze het leuk. Sparky, Zippo, wat heb je nog meer? Shadow. Niet die standaard namen zoals, hey, Rex, of wat had je nog meer voor standaard namen? Weet niet, Bob, Billy, ik weet het niet. Er zijn zoveel namen wat je kan gebruiken, maar ja. Oh, het begint ook weer donker te worden. Ik heb geen zin om straks geschoten te worden. Weet je wat, ik ga hier nog even wat doen. Daar nog een job. Kijk, ja, het begint hier echt nice uit te zien. Dan gaan we binnenkort ook natuurlijk de, wat ik al zei. De storage room gaan we hier bouwen. Wel ombouwen, komt een heel groot iets, zeg maar. Bijna het frame ongeveer, dat houden we wel, maar we breiden wat uit. Er komen allemaal kisten en zo te staan. Dus dat, ja, ik wil het proberen automatisch te maken, maar we hebben nog niet genoeg spul. Maar ik ga de voortijd, gaan we gewoon ervoor zorgen dat alles zo staat. Dat we daarna gewoon alles, dat ik gewoon rails omheen kan zetten. Dat kan we vast wel doen. Volgens mij, oh ja, dat kan ik jullie straks ook nog even laten zien. Weet je wat, ik ga dit dak, heb ik nou tot zover af. Ik ga jullie dat even zien. Gisteren in mijn bed slapen. Dat lijkt me wel een goede keuze. Dan laat ik jullie straks nog even zien wat we ook hebben gemaakt. En misschien dat jullie daar binnenkort een keer tutorial willen hebben. Er zijn geloof ik wel veel tutorials en zo van, maar meer in het Engels, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, wat zouden jullie vinden als ik daar een Nederlands van maak? Dat lijkt me wel tof. Oké. Okay. Shortcut. Oh ja, mijn kippetjes. Daar ben ik ook nog wat van maken. Zo wel. Kijk eens. Kijk eens hoe schattig je beestje. Ja, dit is onze nieuwe puppy. Papi en mami, onze nieuwe puppy. Oh shit. Oh shit. Waar zijn we mee bezig? Ik ga mooi mijn bed in. Ik had nog een hond, maar... Hallo? Zit jij hier buiten, jongen? Zit jij hier buiten, jochie? Ja, ik werd ze net, ik stond even AFK. Was ook leuk, ik stond even AFK. Weet je wel, ik zat alles even klaar te zetten voor de fraps en zo. En ik had natuurlijk ook aangelukkig. Wat de fuck is dit? En ik kijk en ik kijk, ja gelukkig was bijna dood, maar ja, toen kwamen de hondjes in actie. Toen was de Enderman dood, heel vreemd, maar mijn hondjes hebben begonnen. Dus maar, ik heb ze even verwend met vlees en alles. Maar ik ga eerst even een slaapje doen. Lekker slaapje doen. Wel rustig jongens, en tot morgen vroeg dan maar, hè. Oeh, hey, goedemorgen mensen, zijn jullie nog steeds? Nou, dat is mooi. Nee, ik laat jullie wat zien wat ik aan gewerkt heb. Heeft al even wat moeite gekost, maar ik heb het samen met Joey heb ik het ervoor gezorgd dat we ze kregen. En zelf heb ik het even in elkaar geflanterd, want ja, daar zit je weer met de creepers. Oh? Au. Hey. Jij bent niet welkom in het dorp. Ja, ren allemaal weg, hè, mietje. Oeh. Nou. Hallo, meneer Creeper. Doei, meneer Creeper. Misschien ga ik binnenkomen, maar ja, nee, ik ga hier denk ik dood, ja. Ik zou zeggen die snowgolems of zo, maar ik denk dat die hier dood gaan, want dat zou wel ideale wachters zijn. Hé, hey, er staat er nog één. Kijk, kijk, hey, misschien, oh, jullie horen het al, misschien zit er al een beetje hint van, wat doet hij daar nou? Nou, hij gaat eerst dood, want ik hoop dat ik die helm krijg. Kom hier. Nee, geen helm. Ah, nou, ik laat het jullie even zien. Kijk, ik geef jullie een beetje een sneak peek, wat zit hieronder? Amateuren, en wat is dat? Is dat een Iron Golem? Ja, dat is een Iron Golem. En wat zit hier allemaal onder dan, Laurens? Nou, dat laat ik jullie even zien. Daar zitten, nou ja, jullie weten wel, zombie villages. Of zombie villages zitten villages. We hebben 2 zombie villages hadden we omgetoverd naar de normale villages. Dat was gelukt. Dus dan hebben we even een village farm van gemaakt. Kijk eens. Het leukste is natuurlijk, dat is altijd zo. Als jij heel veel villages hebt, komt er een Iron Golem. Dus we hebben ook nog gratis Iron. Dus dat is wel ideaal. De eerste keer dat ik denk, oh, vocht ging ik dood, maar ja, had ik geen armor. Ik denk van, ik sla die gast dus. Ja, zoals jullie zien, ja, allemaal dingen. En de bedoeling is eigenlijk dat we ze hier gaan breeden. 13 emerald van Iron Sword. Dat is op zich geen slechte deal, als je plaats veel emerald hebt. Maar als je bijvoorbeeld deze hebt, nou, 1 emerald voor 11 pijlen, wat moet je ermee? Daar heb je niks aan. Die voor kool voor. Nee, jij kan wel dood. Dan mag jij ook dood. En wat heb jij hier in aanbieding? 9 iron voor 1 emerald. Dat zou op zich nog kunnen, denk ik. Maar dat is ook te veel. Jij gaat ook dood. Wat loopt er over de deur heen? Wat heb jij? Dat zou op zich nog wel een leuke deal zijn. Dat is op zich... Ja, hé. Hey. Ben je gek of zo? Weg jij. Dood. Maar ja, dan vragen jullie zich af natuurlijk... Hé, hey, heb je die wolf voor de sier gedaan? Nee, die heb ik niet voor de sier gedaan. Dat heb ik speciaal gedaan.
Want er is namelijk nog een verdieping. Daar gaan we even naar onderen toe. Even kijken. Doen we die even open. Zo. En dan gaan we dus nog even eentje naar beneden. Wow. Dat is wel ook weer de voordeel van villages. De zombies die gaan eromheen en ze vallen jou niet meer aan. Dat laat je even zien. Kijk eens. Kijk eens. Hey. Ja, deze ruilt 26 papier voor 1 emerald. Natuurlijk kan je wel beter krijgen. Maar dat is gewoon in wachten. En dan zien jullie dat ik daar allemaal wool heb gedaan. Wool heb ik speciaal gedaan omdat het sneller weggaat. En dat is eigenlijk de bedoeling dat we proberen dan als we een goede villager hebben dat we die erop zetten. En dat die zo naar beneden valt dat het precies hier terecht komt eigenlijk. Dus dit wordt onze markt zeg maar om zo te zeggen. En dan zou ik denken dan van nou dan leggen we mooi van die item frames neer met de artikel. En dan kan je hier mooi ruilen weet je wel. Nou ja hier staat dus een kist. Deze had ik volgens mij zelf neergezet. Ja heb ik zelf neergezet. Nou ja hier komt dus wat met papier of zo in. Mensen overhouden bijvoorbeeld dat ze hier kunnen ruilen. Ja, ik probeer eigenlijk, want je hebt, ik heb ook nog boven een zombie die ruilt, dus die dia zwaard heb je nog. En dan had ik nog een voor experience. En dat wil ik hier eigenlijk zo neerzetten, dat je een soort met markt krijgt. Dat lijkt me wel gaaf om te doen. Ja, even kijken. Nou, volgens mij, ja, dat was het een beetje. Ik denk het wel. Verder zijn er verder nog dingen veranderd. Even zien. Ja, ik laat jullie sowieso nog even de treeform zien. Ja. Ik denk van ja, ik vind het een beetje zielig, anders hebben die villages ook helemaal geen zonlicht. Ik denk van maak het mooi zo. Zeker even een muurtje eromheen voor die creepers. Dat is al eerder gebeurd, dat er een creeper hier ontploft, allemaal zombies erin. En iedereen was weer van de zombie villages. En toen moesten we helemaal vanaf het begin beginnen. Ja. Maar ja, zoals je ziet, ja. Daar hoor. Ja, het is natuurlijk nog niet af. Het is, de rest gaat afmaken geloof ik. Ik weet niet wie het af gaat maken, maar ik dacht van mooi. We bouwen een muurtje eromheen. Hé, hey, potje. Ziet er vet uit, heren Jespertje. Nou Jespertje, als je deze video kijkt, jij mag hem voor mij afmaken. Weet je wat, dan moet hier denk ik hier nog even wat, hoe heet het komen? Van die stairs, denk ik, of stairs. Kom op, fences. Hier mogen nog fences en zo omheen komen. Dat lijkt me wel een leuk klusje voor jou. Ja, het gaat nog verder natuurlijk. Maar dit is groot genoeg. Ik denk dat wij zelf nog gaan zeggen van, dat we dit stukje nog gaan uitgraven. Zien we bouwen nog tot zover denk ik dat we dit gaan uitgraven of niet. Of we bouwen een muurtje omhoog, dat lijkt me wel tof. Ja, weet je wat, we bouwen gewoon nog een muurtje omhoog. En dat we dan hier dit nog vlak gaan maken. Vlak gaan maken, dat we hier nog wat moois gaan maken. Zien we hebben nog tree farm hebben we eigenlijk. Ja, wat kunnen we daar nog meer maken? Zien we hebben tree farm hebben. Misschien item generators, zoiets. Om dat hier nog te gaan maken. Of ja, moeten we nog even kijken. Maar ja, we hebben op zich, kijk, we kunnen hier genoeg hout weghalen. En dat is ideaal, dat is juist het mooiste. Voor de rest, het begint er echt mooi uit te zien. Ja, het begint hier echt, tenminste ik vind persoonlijk vind het echt leuk uit te zien hoe mensen werken. Ja, sugar cranes moet ik binnenkort nog aanpassen. Ik denk dat de rivier wat groter gaan maken. Dus ja, ik heb er zelf ook over nagedacht om meer water hier te zetten, weet je wel. Het is hier een beetje, ja, hier heb je alleen maar water, je hebt wat watervallen. Maar misschien is het wel een leuk idee om echt van die grote, ja, grote bergen te maken. Bijvoorbeeld zeg maar, ik voorbeeldje bijvoorbeeld, dit helemaal doortrekken naar daartoe zeg maar. En heb je daar bijvoorbeeld al die watervallen, gewoon met een rivier ook daar naartoe trekken. Even kijken hoe we dat gaan doen. Maar dat leek me wel, ja, zo'n klusje. Hé, wat is dat? Zo, Jesper is ook goed bezig geweest. Hij heeft volgens mij een soort met roze molentje of zo gemaakt. Ja, volgens mij wel. Iets van een roze molen. Waterrad, ik weet niet wat het is. Voor mij is het een molen, als ik het zo zie. Ja, het is, zult u zien, een molen. Als ik zo... ja, het is een molen. Dan weet je wat, hey, puik idee, misschien of een geluksmolen is. Nee, het is geen geluksmolen. Nee, bij deze wil ik ook deze uitzending weer, uitzending, ja het is een uitzending, het is een aflevering, blablabla, wil ik hem afsluiten mensen. Wat ik al zei, ik begin weer opnieuw met de uploads opnieuw. Ja, ik ga natuurlijk vanaf volgende week, ga ik elke dag, tenminste probeer ik elke maandag, woensdag en vrijdag sowieso te uploaden. Daartussen komen er waarschijnlijk nog een paar video's door. Social Craft probeer ik 3 keer. DHD komt er weer aan. De invite giveaway voor DHD Ever Social komt of vrijdag of die komt volgende maandag online. Dus houd even in de gaten. Vergeet niet deze video te liken. Te abonneren op Gonzi Games. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Voor nu zeg ik in ieder geval mensen bedankt en ajus.